Jimmy, what's up? What's up? Hallo, ik ben Lieve van den Eekhout, ik ben 68 jaar, ik ben kalligrafe en ik schilder ook. Ik probeerde eigenlijk altijd al mijn tijd een beetje zinvol door te brengen, maar nu in tijden van corona, zijn van tijd. Deze week heb ik een portretje geschilderd van mijn kleindochter. Ik was er eigenlijk al een tijdje aan bezig, maar eindelijk is het van gekomen om het af te werken. Ik heb me ook voor de eerste keer aan een landschap gewaagd. Daar is nog wel vatbaar voor zeer veel verbetering. Als je me vraagt wie ik eigenlijk in Aalstad schilder het meest waardeer, dan zou ik zeggen Matthijs van Schuilenberg. Ja, we kennen hem allemaal van het werk dat hij gedaan heeft aan Sint-Martinuskerk, maar hij kan nog zoveel meer. Ik sprak daar juist al van het foto van het portretje van mijn kleindochtertje Billy dat ik afgewerkt heb. En dat is het dus. Ik heb het gedaan in een techniek zoals in de tijd de Vlaamse primitieven deden. Heel fijne laagjes en altijd behoorlijk wat tijd tussen om te laten drogen om dan weer een fijn laagje erop te leggen. Vroeger deed ik ook al eens de portretten van mijn zoon, Quinten, van Aagje, Michael en Ken. Het landschapje waar ik van sprak is dus hier en zoals ik al zei nog vatbaar voor veel verbetering. Hier is mijn heiligdom met al mijn inkten en mijn pennen. Dan kom ik hier bij de kalligrafie. Ik werkte 41 jaar op het stadhuis van Aalst, waarvan de laatste 22 jaar ik met heel veel plezier bij fantastische schepen kon werken, mevrouw Van Nieuwenborg. En voor haar heb ik dan ook als bedanking een tekening gemaakt. Ook technieken in kalligrafie met bladgoud en verluchtingen. En dan niet zeker niet vergeten, het Gulden Boek. Voor de stad, elke keer als er iets behoorlijk belangrijk gebeurt in de stad, maak ik een tekening in het Gulden Boek. Nu is het al een tijdje geleden. Dat is het zo'n beetje. Dank u dat ik je mocht rondleiden op mijn zolder. Bedankt voor het bezoek.